Op de Jan Vetkade in Crispijn is donderdagavond rond 9 uur een auto uit de bocht gevlogen. De auto belandde tegen een boom, waarna de airbags uitklapten. Daarnaast was er sprake van rookontwikkeling onder de motorkap. Twee ambulances en één brandweerwagen kwamen ter plaatse. Niemand raakte ernstig gewond en om 10:30 was de weg weer vrij. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.